Wat zijn Enders' vervelendste trekjes? Oh, ik vind het echt een moeilijke. Want ik kan eigenlijk echt alles van u hebben. Mijn kinderen. Kun je die hebben van mij? Ook? Ja. Hoi <laughs> mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Scholtens En vandaag zit ik hier met mijn favoriete gast aller tijde. Voor de derde keer. Mijn vriendinnetje, Claudia de Greef. <laughs> <laughs> als u nu ermee klaar hebt. Ja hoor, een beetje moe. Het is al iets later op de dag. Maar... Jij hebt een fucking coole dag gehad. Ik heb een heel coole dag gehad. Jij bent model geweest vandaag. Ja, ja, dat stond ook echt op mijn lijstje voor dit jaar om nog Ik weet het. een dag echt te gaan shooten als model. Nee, niet dus Anna, je zegt model, je wordt letterlijk model vandaag. Hahaha, <laughs> cool. Ja, klopt. ja dat, waar, dat waar. Ja, jij, jij zei van: Ik moet mij toch niet terug introduceren? <laughs> omdat ik altijd zeg: Voor de mensen die niet weten wie jij bent. Maar uh, ik denk niet dat dat ondertussen nog moet. Wij doen dit gewoon elk jaar. Of toch, dat is het plan. Elke, elk jaar een check-up: van is alles nog in orde. Omdat wij, wij <laughs> dat is precies op therapie. Dit. Nee, omdat wij, wij posten niet zoveel, denk ik, samen. Ik denk dat heel veel mensen wel. Video's van ons zien, maar niet per se. Het is niet dat wij onze diepste gedachten als koppel of zo delen of social. Nee, ik heb wel gehad dat er periodes zijn dat ik iets minder post van jou en dat mensen mm. berichten begonnen sturen van: ben je nog wel samen met Claudia? En een langere periode, dat betekent dan een maand of zo. Ja, ja, ja. Een maand wow. geen story en dat er dan berichten kwamen. Damn. Crazy, hè? Na een half jaar zag ik dit, snap ik dat, maar na een maand. Mm -hmm. Anyway, alles is nog in orde. Dit is ja. geen uh, break-up video. Nee. Stel je voor. tegenovergestelde. Nee, nee, nee. tegenovergestelde. Nee, niet dat we gaan trouwen, maar. <laughs> Zo, dit is de aankondiging video. Mm. Ah, ja, dat was een van de. Ik had op uh, TikTok gevraagd of mensen vragen hadden voor ons. Dat was wel een van de vragen. Gaan jullie trouwen? <laughs> ja. We hebben een laatst een uh, langere uh, conversatie over gehad, een paar en... keer zelfs. Ja. Een, een conversatie waar jij verdrietig van werd. Oh ja, ik heb echt drie keer dat we erover hebben gepraat, heb ik drie keer gehaald. Ja, dat dus laten we er nog niet ongelooflijk lang over praten nu. Maar, nee, ik ga niet nu huilen. Ik, ik ben er echt oké okay mee. Nu. Mijn ding is: ik vind het hele concept van trouwen een beetje achterhaald. Het hele papierwerk en zo, dat daar allemaal bij kijken komt. Ik wil gerust elk jaar met jou een soort. We zijn niet getrouwd, maar houden wel heel veel van elkaar feestgeven. Ik wil elke week doen, ik wil elke dag doen. Maar... Gewoon dat ene concept pff, is iets minder met mm. Ja, terwijl ik het eigenlijk anders bekijk en eerder dat je viert, dat je het ziet dat je hele je leven gaat samen zijn. Mm -hmm. En ik vind het idee van een heel mooi feest te hebben, waarbij dat al onze vrienden en familie samen in één ruimte gewoon kunnen meevieren. Mm. Maar dat wil ik en... doen. Ja, maar. Maar dat feest is één dag. <laughs> trouwen is voor de rest van je leven. Tuurlijk, dat maar je... ik weet niet. Ik vind, dat, ik vind trouwen een heel mooi concept. Mm. En ik weet dat jij het, jij het meer administratief of zo ziet. Ja. Dat, is, dat is gewoon zo. En ik mm -hmm. zie het meer emotioneel. Yeah. En ik denk dat ik gewoon die drie keer dat we daarover gepraat hebben, het moeilijk vond om te beseffen dat er misschien geen moment komt waarop jij me ooit vraagt of jij met mij wilt trouwen. Ik heb daar eigenlijk als kind nooit over nagedacht, of ik dat wou of niet. Omdat ik dat misschien zo vanzelfsprekend vond dat iedereen dat wou. Mm -hmm. En dat is raar, omdat je bent zo mee met alles en open. Dat ik, dat ik het raar vind om van u te horen: van ik vind dat iets administratief, ik vind dat iets nee, achterhaald. Nee, ja, denk mensen van nee. ja, maar je kunt, toch verder, je kunt toch verder kijken dan het administratief. <laughs> yeah. Ja. Ik denk dat er voor beide, beide standpunten wel argumenten zijn. Mm. Anyway. Dat was niet waar ik over wou hebben deze podcast. Dat is gewoon toevallig. <laughs> yeah, anyway, het is wel on top of, top of mind last night. Wat we wel gaan doen, yeah. hopelijk. Binnenkort samenwonen, een appartementje zoeken. Ja. Er zijn heel veel van de vragen gaan daarover. Ik... Wat is de update die wij kunnen geven? De update is dat het moeilijk. is. <laughs> ja. Ja, ik, dat... ik had verwacht voor een stad, van an... een stad als Antwerpen dat je veel sneller een appartement zou vinden, ja. dat dat echt een beetje een komen en gaan is en dat er constant appartementen zouden vrijkomen. Mm -hmm. Een beetje zoals in Barcelona, je gaat daar naartoe en ja. dat is daar echt een omloop van appartementen. Ja, maar, maar het ding is niet per se dat wow. er niks vrijkomt, maar alles wat een beetje deftig is, is instant weg. En wij bellen allebei niet super graag, dus wij stellen dat telefoontje <laughs> uit en wij sturen wel berichten. Ja, um, klopt. Maar elke keer dat we gebeld hebben, zijn we wel langs mogen gaan. Dat is waar... Dus dat is een tip die wij niet volgen, maar wel kunnen geven. Ja. Wil je echt dat appartementje gaan bezoeken? bel ...naar de eigenaar en stuur niet gewoon een berichtje op Facebook. Want de mensen die bellen, die hebben het. Ja, je zit er gewoon het snelste op. Ja. En dat is inderdaad de fout dat we maken. Dat we te lang nadenken en te lang wachten om een bericht te sturen. Of hm. wel een bericht sturen, maar dan gewoon wachten op een antwoord. Ja. Maar ja, tegen de tijd dat je hebt gewacht, is er iemand anders weg. Wat? En dat is het probleem. Wij zijn, zo, wij zijn geen pusherige mensen. Nee. Wij voelen ons heel snel zo uit. Te veel. Ja, klopt. En als, als bij het tweede bericht sturen of de tweede reminder van hé, hey, mm -hmm. mogen we langskomen, dan. Voel je ja, voelt je gewoon al direct super pusherig. Ja. En dan denk ik ook van: oh nee, die vindt ons al niet meer leuk, we gaan nooit meer binnen mogen. Ja, exact. <laughs> exact. Maar ik denk dat het echt totaal tegenovergesteld is. Ja. Want mensen willen uiteindelijk ook gewoon af van hun appartement. Ja. Moeten... Een leegstaand appartement heeft niemand iets aan. Nee, exact. Mm -hmm. Dus uiteindelijk, ja. ja. Dat is een update over de zoektocht. We hebben nog niks. Maar, tegen dat deze podcast online komt, weten we waarschijnlijk wel over één appartementje of we het hebben of niet. Ja, maar ik wil het zo niet daar jinxen, want ik heb eigenlijk al tegen te veel mensen erover gebabbeld. Ah, shit. Ja. Dat het universum ons niet meer ga... ja. gaat dat hij zegt: van, ah, ja, jullie denken al te snel dat jullie het hebben. Jullie ik heb het echt niet. Ik heb dus al te vaak gehad dat ik te snel over dingen ben beginnen babbelen. En als er nu coole projecten zijn, dan vertel ik dat zo juist tegen u. Of zo mm. tegen, mijn, tegen mijn zussen of mijn ouders ja. of zo. Maar dat is eigenlijk echt al de max. Want ja. ik heb uit ervaring geleerd dat als je te snel babbelt over dingen die nog niet vaststaan, dat het universum doet iets heel raar en dat ineens. <laughs> dat is hè? Ja. Ineens gaat dat niet meer door. Ik kan dat constant. Ja. Ik, weet niet, ik weet niet of het universum is of dat gewoon. dat je het zelf, zo, mm -hmm. zelf sabotage doet of zo op de duur. Maar ik heb altijd ideeën en ik kan niet wachten. Om die te delen, nog voor ik iets... Kijk, ik heb bijvoorbeeld gezegd van, ah ja, ik heb exclusieve merch voor het podcastfestival. Ik heb inderdaad die merch, maar die komt pas aan na het podcastfestival. Het <laughs> <laughs> is podcastfestival. Anyway, ik heb geen exclusieve merch daar, maar ik heb wel 30 petten van Gossip Guy. Nu in een doos waarschijnlijk hier. Over de merch gesproken, zoals ik al zei, was die niet op tijd voor het podcastfestival. Maar twee dagen na afloop van dat festival heb ik hier de doos... Met de petten die ik besteld had. Het waren echt enkel petten. En het zijn er niet superveel. Ik ga er zelf ook een paar bij houden. Voor Willy, Maatjes en iedereen die meewerkt aan de podcast. Maar er staan dus een paar petten op enderschot.be slash shop. Als je er een bestelt, thank you. Als je er geen bestelt, geen enkel probleem. Er komt ongetwijfeld nog nieuwe merch op een ander moment. Maar deze petten ga ik wel niet meer laten maken. Dus enderschot.be slash shop. Als je er een zou willen, geniet van de rest van de podcast. Je bent inderdaad wel een heel goed voorbeeld daarvan, want ik heb wel heel vaak dingen horen zeggen en dan gebeuren er andere dingen, waardoor de andere ding dat je gepland had, niet doorgaat. Exact. Ja. Weet je, de eerste keer dat ik dat voor had, was... Of nieuw. Nee, in een bepaalde periode was ik artwork aan het maken voor artiesten. En de eerste keer dat een redelijk echte artiest dat effectief muziek had op... Spotify mij nee, vroeg om een um, cover te maken, ben ik daar direct aan begonnen. Ik had direct naar mijn zus gestuurd, ik had naar haar vriendin gestuurd mm -hmm. wow, ik mag een cover maken voor, uh, voor deze artiesten. Ik maak dat, ik stuur dat door, die artiest is fucking blij. En een dag later kijk ik ineens de brief van ah ja, maar mijn management wil toch ineens werken met onze vaste art director. Ik ben inmiddels een vaste designer. Dus je hebt en... altijd iedereen gezegd van ik werk daarvoor. En uiteindelijk lijkt het alsof jij gewoon ja, dus... fan art gemaakt hebt. Ja, exact, exact. Dus ik moest zeggen, artwork is gemaakt maar wordt niet gebruikt. Mm -hmm. En ik kreeg niet betaald. Mm. Maar dat is Ook vies. al, want dat ik vind vind ik daarin... maar... Ja. Jij hebt heel veel voor lokale artiesten dingen gedaan. Ja. Omdat jij ook gewoon hen wel gunde. En jij deed, naar mijn gevoel, tegen een te lage prijs. Heel veel werk voor veel artiesten. Maar omdat ik het talent ook echt zag. Ja. En omdat ik geloofde dat at some point die het wel echt konden mm. verschoppen of zo ja. in de muziekindustrie hier in Vlaanderen. Waar exact. het sowieso al moeilijk is. En dat is gewoon omdat jij hen shit gunde mm -hmm. en wou helpen mm -hmm. bij het opbouwen van whatever dat zij wou opbouwen. En ik ben eigenlijk degene die heeft gezegd dat je dat niet meer mocht doen. Omdat jij tot heel laat in de avond aan het werk was voor artiesten die je ja. dan niet eens betaalden. Dat je veel tijd stak in mensen die je niet eens die 20 of 50 euro konden gunnen voor dagen werk. En dat is zo fucking vies. En ik snap dat hier in België niet makkelijk is om te leven van een creatieve job. Maar mm -hmm. als iemand iets voor je doet en je hebt een prijs afgesproken, moet je die prijs betalen. Ja. Ik doe dat. Hier aan deze podcast werken nu vijf mensen per podcast. We hebben nu mm. geen fotograaf hier, maar er zijn zoveel mensen die hier tijd in steken. Als ik die niet zou betalen, dat is een heel rare dynamiek. En dan ik weet niet, denk dat financieel is zo iets vies om over te praten soms, maar gewoon goede afspraken maken en u eraan houden is echt niet moeilijk. Dat is echt niet moeilijk. En ik heb dat zo, ik heb me harder geërgerd aan uw situatie dan jij soms. Ja, klopt. Maar ik zeg het omdat ik echt oprecht geloofde, van, dat, zijn, dat is goede muziek, dat zijn toffe mensen die gaan het verschoppen. En dit is eigenlijk een soort van investering in ja. een soort van zakelijke band dat je begint op te bouwen. Ik dacht, oké, okay, het moment dat die heel coole dingen beginnen doen, kan ik mij waarschijnlijk ook vragen om voor hun opnieuw artworks te maken. Ja. Maar ja, dingen zijn dan een beetje anders gelopen. Mm. En dan had ik eigenlijk helemaal gezien meer om artwork te maken, dus ik ben ermee gestopt. Oh. Dat is eigenlijk, eigenlijk ben ik echt een opgever op dat vlak. Ik ben nee. gewoon gestopt. Nee. Ik heb u bijna geforceerd om te stoppen. Nee, je hebt me doen inzien van... Je mocht een passie hebben en je mocht mensen willen helpen, maar als je... En dan van de Riet, eigenlijk niet blij zijn met hoe het project is gelopen. Je bent er verdrietig van, ja, dan heeft het ook geen punt om hier zoveel energie en tijd in te steken. Dat is belangrijk. het belangrijkste. Dat, dat, dat maakt u, hebt, u, dan maar... u geen opgever. Soms dat denk maakt... ik dat wel, omdat ik, nee. omdat ik nu eigenlijk niks meer doe op vlak van graphic design, los van mijn job. Maar je hebt gewoon je energie in andere dingen beginnen steken. Zwaar. Dingen waar jij gelukkiger van werd. Mm -hmm. En dat is het enige wat telt toch? Ja, zwaar. Elk projectje moet winstgevend zijn. En dan heb ik het niet per se over geld. Want het feit dat jij die prijzen stelde die wel lager zijn dan wat je normaal gezien zou vragen, is helemaal niet het probleem geweest. Mm. Maar ook winstgevend qua energie of zo. Als jij er dan energie uit haalt yeah. en jij vindt het geweldig om gewoon je artwork te zien op shows of op merch. Mm -hmm. Het kutste vond ik eigenlijk nog, los van de, de samenwerking die altijd even goed liep. is Ik heb echt een paar keer gehad dat ik zoveel energie heb gestoken in een project. En nadien hebben die mensen dat niet eens gebruikt. Yeah. En dan de denk van. Jullie hebben op het einde gezegd dat jullie er blij mee waren. Ik heb twintig correctierondes gedaan. Mm -hmm. En nu gaan jullie niet eens wat ik aanlever gebruiken. Mm. Ja, van uit. En dan dacht ik van, waarom ben ik, waarom ben ik dit aan het doen? Yeah. Ik ga even gewoon op pauze pakken. En dat was ook eigenlijk in een periode waar dat jij ook besliste van, ik ga even chiller. het chiller doen, het chiller aanpakken, ik ga, ik ga het iets rustiger aandoen, beter mijn project kiezen. En ik denk dat wij gewoon op dat moment redelijk in sync waren of zo. Exact. Als we gaan samenwonen. Wanneer we gaan samenwonen? Ja. Waar kijkt jij het meest naar uit? Veel dingen. Ja, zoals. Nee, gewoon het één appartement helemaal samen inrichten en gewoon mm. samen zoeken naar leuke meubeltjes en decoratiedingetjes en zo. Los van het feit dat ik een heel kelder vol heb met heel veel zakken met al decoratiespoelen. Mm -hmm. Maar jij mag ook zeggen wat je mooi vindt en wanneer. rest. ja. Verpat ik wel. Want ik heb echt veel. Claudia. <laughs> Claudia heeft in Brussel geen gigantische kamer. Een klein kamertje. Was een genoeg kamer? voor mij alleen. Mijn ja. ik kleren ik moeten erin. En, en niet is alleen cool. uw kleren zijn er nu, maar ook de helft van de meubels voor ons nieuwe appartement <laughs> ja. zitten in een klein kamertje waar net uw bed binnen past. Yep. Dus Claudia, haar kamer is een beetje reisje rond de wereld op dit punt. Eigenlijk eigenlijk echt Dat Ik heb ook echt super letterlijk van op reis. Maar ja. ik heb spullen van bij mij thuis in Mechelen, die al, al heel lang meegaan. Maar ik heb ook spullen dat ik alleen heb gekocht. En dan heb ik heel veel spullen dat ik heb gekocht op termijn van ik ga me inderdaad At some point, samenwonen. En dan moet ik op, moet ik op het moment dat we gaan samenwonen. niet kijken geld uitgeven aan die dingen, dan heb ik het al. En ik vind dat eigenlijk geen slechte strategie. Ja. Weet je hoeveel mensen dat er zijn die zeggen op mijn verjaardag of mijn kerst. geef mij een budget of geef mij iets dat ik kan gebruiken voor mijn uitzet? Mm -hmm. Dat is super slim, hè? Ja. Dus eigenlijk, als je binnenkort jarig bent of je bent weer in crisis van. oh nee, wat moet ik vragen voor, voor mijn verjaardag of voor kerst? Vraag iets voor uitzet. Mm -hmm super slim. Dat is inderdaad slim. Ja. Wat ik wel altijd heel schattig vind is als jij gewoon random. Maar dit is echt al meer dan een jaar bezig. Mm -hmm. Foto stuurt van een lamp dat jij gekocht hebt voor ons appartementje. En toen waren we nog niet eens aan het zoeken naar een appartement, maar jij was het al aan het inrichten. Ja. <laughs> en nu eindstand heb ik echt, ik denk in totaal meer dan zes lampen of zo die niet eens kijken hoe bij elkaar passen, maar ik vond die leuk op dat moment. Klaar, had je toch? Bon, we zien wel waar dat we ze fietsen hè? Inderdaad. Mijn vriendje heeft ook een kantoor waar heel veel plek is. Dan leggen wij gewoon hier in bed. Ja. <laughs> ja. Het enige wat hij hier mist, is een badkamer. We hebben een kleine keuken hier. We zouden in principe hier kunnen koken. Oh, een douche kunnen we bij u thuis, met schoten. We is dus eigenlijk een we... appartement nodig. Nee, we kunnen hier komen <laughs> nou, Daar in de hoek. Een beetje. Het is echt nog... Dit is de tweede under construction episode. Vanaf de derde is het niet meer schattig. <laughs> Denk ik. Dit is nog één week dat wij misschien... Ik in een rommel een podcast opnemen. Vanaf volgende week moet dit in orde zijn, vind ik. Maar op zijn minst gewoon alles wat nu zo verspreid ligt, allemaal samen in ja. tegen één muur, zodat al de rest van je kantoor wel gewoon vrij ja. is. Ik denk dat dat de oplossing is. Weet wat ik gewoon heel erg heb, ik weet niet waar te beginnen. Ik weet niet waar de fuck ik moet beginnen in dit kantoor met alles op zijn plek te zetten. Het enige wat ik wist is: oké, okay, deze zetels, die kasten, blijft de podcast zetten. Maar nu weet ik niet wat ik moet doen met de rest. En ook, shit kost zoveel geld. Een zetel kopen binnenkort? Fuck me, dat gaat duur zijn. Alles wat hier nog moet staan, gaat zoveel geld kosten. Voordat dit echt een vol kantoor is. En Klopt. de chaos hier in dit kantoor, uit zich in mijn hoofd. En ik ben nog chaotischer dan normaal, naar normaal, mijn gevoel. Ja, maar nu betrap ik je zelfs erop dat je gewoon zo in de ruimte staat en aan het kijken bent. Ik en kom ik te lachen. Dat is echt, hè. Dan kom ik binnen en dan zie ik je zo staan. En dan weet ik van... Allee, nee, is het is even chaos. <laughs> het is moeilijk. Ja. Ik ga wel even zien naar de tablet, want we zijn hier al beginnen praten. Maar er zijn effectief vragen. Ik zat gewoon op die tablet. Holy shit. Ah ja, dit is wel een, uh, een goede vraag. Zijn jullie samen? Dat is wel schattig op een manier, want misschien is die nieuw. Misschien is die nieuw, klopt. Maar als de zin is van... Ik neem een podcast op met mijn girlfriend, dat zei ik. Dan ga ik ervan uit dat wij samen zijn, toch? ja misschien hadden we moeten kussen of zo in de video om het duidelijker te maken <laughs> oh shit. oh shit. makes me giggle en... And niks met <laughs> Iemand vraagt: Hebben jullie al roze rollen gegeten? Was dat echt een vraag of heb jij die er gewoon tussen gestoken? Goh, cool, ik zou er nooit tegen jullie. Hebben jullie al roze rollen gegeten? Kijk, tot op de dag van vandaag is het voor mij nog altijd een vraagteken waar roze rollen voor zijn. Voor mij ook. Ik heb heel veel interpretaties in mijn hoofd van wat het zou kunnen zijn. Ik ook. Maar dat blijft terugkomen. Dat achtervolgt ons. Maar is dat iets wat Willy heeft dat geïntroduceerd? Nee. Nee. Dat klinkt iets zo, dat, dat Willy zou zeggen. Ja, nee. Wij waren aan het livestreamen op TikTok en iemand reageerde ineens: Ah, Willy, die eet alleen maar roze rollen. <laughs> en sindsdien achter ons. Uit. Is dat slang van de generatie achter ons dat wij niet begrijpen? Maar, kijk, oké, okay, de, de opties zijn ongebakken worst. Ik kan eruit zien als zo'n chipolata. Ik kan eruit zien als een roze rol. Ja, ik was dan aan, aan zo'n booba... Een boba boba kaugomantinken. Ook een roze rol. Dat is een ro, dat is, voor mij de og rozenrol. Als er iemand nu de definitie van een rozenrol kan geven in de comments, stuur ik u een rozenrol op. Weet je als wat dat ook klinkt? Helemaal. Ja, niet. Iets dat je zou vinden in de Albert Heijn. Maar daar vind je roze koeken, mijn favoriete koeken. Ja, maar in mijn hoofd loop je daar binnen en vind je daar ergens rozenrollen. Dat klopt wel, daar ben ik ook mee akkoord. Ja, ja. rozenrollen klinkt als een Albert Heijn product. Hoe is Claudia zo mega mooi? Dat is de vraag die ik mij ook heel veel stel. Is dat echt een vraag? Ja, Claudia, ik ga <laughs> toch niet liegen tegen u? Dat is wel echt heel lief. Ik bent klot. I don't always feel like it. Maar je zorgt er wel alles voor dat ik me wel mooi voel. I try my best. Hoe is het voor u als Ender in het openbaar wordt aangesproken? Ben, nou, ik ben, als dat gebeurt, dan ben ik vier. Dat is toch ja? normaal. Oh, we hebben gisteren echt oh. een heel intense ontmoeting gehad. Klopt. Dat voelt bijna te persoonlijk om te delen. Ja, nou, misschien wel. Jeval, een jongen die super lief was. Um, die Hij stapte van de trein. Wij gingen op de trein en hij herkende u heel duidelijk. Ja. Uit de reactie pakte hij u bijna vast en van... Wow, wow, wow. En er, wacht, wacht, ik moet even niet zeggen. Ja. En hij zei dingen over hoe zijn zus een moeilijkere periode achter de rug had. En hoe dat deze podcast haar erbij geholpen had. Hoe dat hij zelf ook zich een tijdje minder goed in zijn wel heeft gevoeld. Maar uh, ook samen met zijn zus stapjes aan het zetten was om er bovenop te komen. En hoe dat deze podcast ook hem... ...er al wat mee geholpen heeft. Ja, dat, maar uh, het, was, het was zo lief, want... Het was zoveel beter verwoord dan ik. ik ben ja, maar het hoeft ook niet perfect verwoord te zijn. Het ja. was gewoon echt mooi ook, omdat ik voelde... ...de manier waarop hij tegen nu aan het zeggen was... ...was uit zo'n dankbaarheid dat hij zag dat zijn zus zich beter voelde. Ja. En ik, ik heb mij gewoon erbij gezet. Ik heb niets gezegd. Maar ik, wel, ik heb letterlijk tranen in mijn ogen gekregen... ...omdat ik dat zo mooi vond om maar te wij horen. allebei. Wij stapten de trein op... ...en ik had spijt dat ik die geen knuffel had gegeven. Ja, we waren ja. bij zo traan in de ogen. Maar ik denk dat hij gewoon super blij was dat hij dat had kunnen zeggen. Dat was gewoon een heel oprecht moment. Dat was ja, super mooi. Mm, dat is cool dat we daar hebben mogen meemaken. En dan ben ik heel fier op u. <laughs> dus ja, als mensen u aanspreken op straat, ik heb daar absoluut geen probleem mee. Waarom? Ja. 90% van de mensen die je podcast luisteren kennen u waarschijnlijk al veel langer dan dat ik u ken mm. in die drie jaar. Dat is crazy, eigenlijk, je? Dus waarom zou ik dat met moeten vinden of zo, dat mensen u aanspreken op straat? Oh shit, sommigen van jullie kennen mij langer dan Claudia. Exact, want ik luisterde sowieso geen podcast. En dan leerde ik u kennen. En ik kende u eigenlijk ook enkel via iets te zien op Twitter of zo. Mm -hmm. Crazy ja, okay. ja, dus dat is ook altijd mijn redenering geweest van waarom zou ik ambetant zijn op mensen die gewoon oprecht enthousiast zijn over wat Inder doet. Terwijl die mensen al veel langer waarschijnlijk Inder zijn content kijken. Ja. En dat supporten dus. Iemand vraagt wie mijn kleren kiest. Ik denk dat ik eigenlijk. Veel beslissingen zelf maak, maar ik check altijd bij u en mijn mama. Ja, <t Racing> ja. ja, ja okay. Is dit mooi? En dan als jij ja, 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 ja zegt, dan koop ik dat. Ja, ja klopt. Uh, maar even serieus, waarom inder als lief? Alleen we weten allemaal dat hij er wel goed uitziet, maar wij is er nu echt leuk aan inder. Maar dit gaat allemaal over mij. Ja, maar. Oké, okay. wil, wil je daarop antwoorden? Ja, wat ik leuk vind aan u is dat jij gewoon oprecht zo lief zijt. En ik vind, ik vind dat zo'n. Een... Hoe zeg je dat? Weet je het wanneer het mensen zeggen dat is echt een lieve? <mlights> Dat is zo precies omdat ze niks anders kunnen vinden. Ja. Maar ik vind dat echt sterk. Als mensen in deze wereld, wijzen van, uh -huh. echt lief zijn. Yeah. Dan vind ik dat echt een sterkte. Uh -huh. En je bent de liefste persoon op deze planeet. En dat is echt waar. Dat is, je bent echt de liefste persoon op deze planeet. Je gaat nooit iets doen uit de intentie van ik ga die persoon boos maken. Of je, je gaat altijd uit de beste intentie mensen behandelen. Wauw. Ja. Thanks, squad. Dat is wel waar. En wat zijn anders zijn vervelendste trekjes? <laughs> dat is nu de. Oh, ik vind het echt een moeilijke. Want ik kan eigenlijk echt alles van u hebben. Mm, mijn kinderen? Kun je die hebben van mij? Ook? Ja. <laughs> dan heb ik een cadeautje voor u, klot. Zijn dat pampers? Nee, die liggen daar nog, van de voor podcast. Ik, denk niet, ik weet niet of je het direct gaat doorhebben, maar hier is een killtje. Please, zeg dus de speelt van het appartement dat wij graag willen, please. <laughs> dat zou insane zijn! Nee, dat mag niet je verwachting. verwachting zijn als je deze open doet, klopt. Lager, veel lager. Verlaag je verwachtingen kilometers. Kilometers? Ja, ja, ja. ja om dan baksteen of zo. Hey, okay, ja, ja. dit is de eerste steen van een huis dat we ooit zouden kunnen bouwen. Dat is ook nog mooi. Doe nog naar beneden, doe nog blad, <laughs> nog je verwachtingen. Dat is ook nog een mooie um, boodschap. Hey, hier is een onderbroek die nog gewassen moet worden. Dat niveau. <lacht> <lacht> Waarom wist ik dat? Wist je dat? Ja, ik wist dat. <laughs> ik wist dat. En het is niet omdat ik het nu zie mm -hmm. dat ik het wist, maar. Um, Okay, even uitleg geven. Inder heeft mij zo drie van deze gekocht om aan mijn zakje. Mijn, uh... Knuffels, sleutelhangers, hoe, hoe, spreek, hoe beschrijf je dat? Audio-only-luisteraars, dus ben ik een fan voor? Het is zo'n octopusje waarvan dat het ene gezichtje langs de ene kant blij is en als je die naar binnen duwt, dan is hij langs de andere kant boos. <laughs> en ik denk dat mensen dit gebruiken om hun emoties zonder woorden te kunnen mm -hmm. weergeven naar. Weet ik veel. Ja, mensen, mensen die moeten met communiceren over hun emoties, ja. kunnen dat gebruiken. Maar het is ook gewoon schattig. Het is ook gewoon schattig. En ik heb er drie gekocht en er zijn er al twee van kwijt. Er zijn er twee van kwijt, maar het is eigenlijk wel fragiel of zo. En daarom dat ze kwijtgespeeld zijn, nee. want ze, zijn, ze hebben altijd aan mijn zakje gehangen. At some point kijk ik naar beneden en is altijd dit deel weg. En heb ik enkel nog... Een ringetje. Het ringetje. Maar ik heb het ringetje gemaakt. Ja. En... Waarom ik wist dat, dat jij dat ging maken, was omdat jij aan mij vroeg waar is dat octopusje? Ja, het was echt een giveaway hè, op dat moment. Ik, ik had het eigenlijk... Ik was echt aan het zoeken. Maar ik voelde ook zo raar om te veel in je tassen te graven of zo. Ah, <laughs> dus ja, ja, ja. Ik, uh, ik wou het gewoon even vragen voordat ik nog verder ging. Graven. Ik vind het wel heel lief. Okay. Dank je. Ik vind het ook zo gek om je op camera de meest dure cadeaus te geven of zo. Om dat als content te gebruiken, vind ik moeilijk. Ja. Dus dan doe ik liever een dingetje als dit op camera mijn oog blijf, en dat we off camera andere dingen ja oké allebei I love that you love it ja en dit is ook hoe dat jij mij soms een beetje beschrijft het is zo <laughs> <laughs> dat is toch waar hè? ja soms als dingen niet zo goed gaan in mijn hoofd op het vlak van situaties die veranderen en zo van dingen die we afspreken... Mm. ik gebruik heel veel het woord dingen trouwens dat is okay, ja. dan wordt mijn hoofd soms zo wat te veel ja en dan ga ik in een soort van mok Neutrale houding. Ja. En dan kan ik niet meer communiceren. Want dat is error in mijn hoofd. En dan ga ik eigenlijk in deze modus. Ja, dat is. Zielige... Ja. octopusje. Dat is, dat is een happy octopus. Dat is een happy octopus. <laughs> <laughs> zielige octopussen, Maar jij zegt altijd dat dit mijn energy is. Dus nog altijd heel schattig. Ja. Ja, kijk, zelfs als jij verdrietig of boos bent, ben je nog steeds cute. Maar ik weet gewoon van. Ah, oi, ik moet nu. Ik, ik, er is een situatie. Ja. En ik ga die moeten ontmantelen of op zijn minst iets zou moeten doen zodat we terug een blije octopus hebben. Deze. En daarom dat deze wel echt gewoon leuk is. Ja. Ik ga je exposen. Jij gaat mij exposen? Ja, voor iets wat wij heel anders doen. Jij poetst je tanden voor het ontbijt. Wat ik een gekke move vind, want je moet nog eten met tandpasta-smaak in je mond. Ja, maar mag ik je uitleggen? Ik heb een video gezien op TikTok dat was ook heel goed uitleggen. Nee, nee. Nee, nee, nee Ik vind het gewoon de... leuk dat dat de referenties zijn tegenwoordig. <laughs> ik waar. heb een video gezien op TikTok. <laughs> nee, maar ik voelde... Door die video voelde je mijn mening meer gevalideerd. Ja, oké. Okay. Je slaapt een hele nacht. Ja. De hele nacht is je mond toe. Alle bacteriën die in je mond zitten, dat je nog hebt verzameld van de dag ervoor, ook al heb je je tanden gepoetst, zitten op je tong. Je moet maar eens kijken in de ochtend, als je wakker wordt en je gaat naar de um, badkamer en je zet mm -hmm. je tong uit, het gaat er niet super fris uitzien. Waarom zou jij niet eerst je tanden poetsen en dan pas gaan ontbijten? Want als je gaat ontbijten, je pakt een lekkere koffiekoek, je mengt dat met al die bacteriën die nog in je mond zitten. Dat mm -hmm. is disgusting. Ja, nu... Uh, ik, ik... Er zullen sowieso bacteriën in je mond zitten. Ja, maar niet van 12 uur lang te slapen. Voor de mensen die 12 uur lang slapen. Ja, oh gosh, dat klinkt fucking goed. 12 uur lang slapen. <laughs> dat is insane. Zijn, hè? Uh, nee, voor mij is het gewoon. Ik heb liever nog een half uurtje langer die bacteriën die volgens mij minimaal zijn. Omdat ik toch inderdaad s'avonds ook mijn tanden poets. En nee. smaak van mijn ontbijt. Nee, dat kan ik echt niet volgen, sorry. Ik, ik heb liever... Maar het ding is bij mij ook. Ik poets mijn tanden. Ik ga bijten. Sorry aan iedereen die zegt Ik kan mijn ontbijt niet proeven dan. Ik heb daar geen probleem mee. Nee, nee, ik kan mijn ontbijt wel proeven, maar letterlijk... Sinaasappelsap en tandpasta is ja, maar de dat is cliché gewoon, smerige dat de, smaak. Dat is, dat is de cliché smerige smaak, maar dan eet je eerst een boterham met choco en dan heb je die smaak al niet meer. Hè. Dat is hoe ja. ik dat doe. En zelfs... Zeg, get over it. Hè. Je pakt sinaasappelsap, je klokt één keer en je doet dat nog eens en je proeft het al niet meer. Damn, get over it. Ja, sorry. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat is echt meer mentaal. Nee. Ik denk echt is... dat dat meer mentaal is. Nee, bij u is het mentaal. Oh, 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 oh. Nee, maar is... dit is wat ik wou. Ik wou even drama starten. <laughs> Puur omdat heel deze podcast is precies. Jij bent zo lief. Nee, jij bent zo lief. Nee, ik vind u leuk. Jij vindt mij leuk. Dan ik vind is u leuk. dit een heel goed. Dus even drama. Heb je nog zo van die uh, contradicties in wie dat we zijn? We zijn op heel veel vlakken heel gelijkaardig. En dat is volgens mij de reden dat wij ook wel gewoon goed gaan kunnen samenleven. Ja, dat denk ik ook. Maar. Maar. Ik ben echt aan het zoeken naar dingen. Ik jij denk hek. dat er een punt gaat komen wanneer dat jij je gas toren aan mijn slordigheid. Bij mij maakt het niet uit als er een trui op de grond van mijn slaapkamer ligt. <laughs> maar wacht, dus hard, ik... wacht. Nee, 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 wacht, wacht. Je moet echt. Ja. Nou, mijn mama en papa vragen. Ik ben ook niet de meest opgeruimde persoon. Mijn hm. mama heeft. Al die jaren dat ik thuis woonde, altijd spullen van mijn bureau in mijn kasten moeten duwen. Omdat ja. er zoveel rommelig op mijn bureau lag. En ik heb dat nog altijd. Als je nu naar mijn kamer gaat kijken in Brussel, dat is niet proper. Maar dat is gewoon door een overvloed aan spullen. Ja, maar, maar het, is wel, dat gij... het is wel steeds, nog steeds rommelig. Maar eens dat je plek hebt om die spullen neer te zetten, zal het minder rommelig zijn. Er is letterlijk geen andere optie dan rommelig in je kamer nu. Oké, okay, omdat... maar los van de kamer. Ik denk dat dat wel oké okay gaat zijn, want dat is dan een ding dat we wel, allee, wel weer goed doen. Communiceren. Dus als ik merk dat je een hele periode heel veel dingen rondslingert en ik vraag je gewoon lief, zou je er een beetje op willen letten, mm -hmm. als in, gooi je dat op zijn minst daar dan of daar, waar dat iets beter past, dan gaat je dat ook wel gewoon doen. Ja, dat dus wat ik persoonlijk heel moeilijk vind. Ik kijk er heel erg naar uit om met jou samen te wonen. Ik kijk er echt niet naar uit om weg te zijn van mijn ouders. Dat snap ik. Ik word er echt emotioneel van als ik eraan denk. Hè. Dat weet ik, dat weet ik. Omdat ik, ja, I mean. Jij weet hoe close ik ben ook met mijn ouders. Mm -hmm. En ook met Olaf. Klopt. En, ik en Nuna. Ik heb sowieso uh, Nuna minder. Dat is een kat. Die haat mij. <laughs> mij. Nuna haat mij. Nuna is geen grote fan van mij. Sorry. Nuna komt sneller naar u dan naar mij. En jij <laughs> kent dat beest niet eens. Ik geef Hij die eten, ik ruim die haar kak op. Ik ruim letterlijk die haar kak op. En <laughs> die echt. moet mij niet. Anyway, los daarvan. Mensen die mij wel moeten, thuis. Mijn ouders en Olaf. En ik word echt heel verdrietig aan, uh, met het idee dat ik niet elke avond bij hen thuis kan slapen. Dat snap ik. Tot nu toe was het gewoon. Ja, wij pendelden allebei een beetje. Ik liep dan in Brussel. Maar dat was zo meer sleepover vibes. Ja. ja. En dat is ook de reden dat wij altijd fucking laat wakker zijn als we bij elkaar slapen. Omdat het altijd zo aanvoelt als een sleepover. Dus ik hoop er is ook wel dat dat gaat veranderen als we echt samenwonen. Dat we niet elke keer dat we bij elkaar zijn tot drie uur s'nachts nog wakker zijn. Dat nee, want gewoon... hebben we hebben echt een gezond slaapritme nodig. Ja, en een gezond. Eetritme, dan cool. moet gezonde shit beginnen eten. Oh. Want we eten nu, nou, niet altijd, maar als we bij elkaar zijn, is het vaak oftewel last minute iets koken. En dat zijn ook vaak mm -hmm. opwarme maaltijden of zo. Of het is takeaway. Dat is niet alleen duur, maar dat is ja. ook vaak brol. Ja. Dus dat ga, we gaan veel dingen fixen. Wat ga je doen als ik begin te wenen omdat ik heimwee heb? Oh. <laughs> ik denk dat ik mij wel oprecht slecht een beetje ga voelen. Maar heeft dat nooit iets mee uit te maken? Hè? Dat, dat weet ik. Maar... De reden waarom jij in het appartement zit, ben ik wel. Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> Shit, klopt. <cool. lacht> Damn. Ik ga op dat moment niet eens iets kunnen doen. Ik ga gewoon, ik weet niet, opsluiten in mijn kamer. <laughs> en mij laten wenen in de living. Ja. Want ook zo in uw kamer, dat is onze kamer hopelijk dan, hè. Ik ga naar huis dan. Jij wordt zo ook nog boos op mij. Ik ben zo aan het wenen in de living jij stuurt mij naar huis. Shit. Nee, maar wacht, sorry. De luxe dat jij wel echt hebt, is dat jij wel nog altijd heel dicht bij huis zit. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dat, dat besef ik. Maar wij allebei, hè. Ik bedoel, mm. waar we gaan wonen is eigenlijk volgens mij bijna in het midden van waar mijn ouders en uw ouders wonen. Ja. Dus we gaan veel naar huis kunnen gaan. Mm -hmm. Dat is echt niet het probleem. Op dezelfde manier dat alleen thuis zijn anders is dan thuis zijn en je weet dat er iemand boven in zijn kamer zit te chillen. Mm -hmm. Dat is heel anders. Want je, ja, als je met iemand zou willen praten, is het echt maar de trap opgaan. Mm. En als ik zou willen praten met mijn ouders... Ik kan natuurlijk bellen, maar het is heel anders om in een auto te stappen of in een, een bus te stappen om naar daar te gaan. Maar weet je wat het ding ook is? Trap het moment dat we samen wonen, kunnen we zo makkelijk gewoon uw ouders in de avond... Uitnodigen en zeggen van ah, jullie hebben geen plannen om, om thuis te eten. Kom bij ons eten. Mm -hmm. dat, is zo, dat, gaat zo, dat gaat gewoon zo simpel zijn. Nu nee, heb je iets gezegd, hè, want onze, mijn ouders gaan elke avond bij ons komen eten nu. Als we thuis zijn. <laughs> ik like maar die, die mogen like my... dat, tuurlijk. En daar kijk ik, nee, ik echt super hard naar uit. Als in mm. Onze ouders die ons een thuis hebben gegeven, dat wij eigenlijk ook op onze manier ja. ons. Huis ook hun thuis kunnen maken. Mm. Ik vind het altijd zo'n rare vraag, maar wie heeft de broek aan in onze relatie? Ik toch, duidelijk. Maar ik ook. Als we echt <laughs> kijken naar broeken nu, heb ik sowieso meer broek dan nu. Mijn broek is sowieso groter. Dat is, volgens mij is dat debatable. Weet je, uw broek groter is ik dan voor mij? Ik heb een super oversized broek aan, die dat eigenlijk twee maten te groot is voor mij, met een dikke riem in. Kom, ik understand. denk als ik die uitdoe en ik leg die op uw broek. Kom eens staan. Kijk hoe breed mijn broek is nu. Borfen, kijk hoe breed mijn broek is. Sorry. Oh shit, jij hebt ook al breed broek. Ja, soms je? dat is wat ik bedoel. Oh fuck, maar je hebt misschien nog meer broek dan ik. Ja, dat is wat ik zeg. Ik heb de broek aan. Kut. Oh shit, oké. Okay, ja. Dan hebben we dat ook een keer beantwoord. Ik dacht echt dat ik meer broek zou hebben dan nu. Waar zien jullie je over tien jaar? Tien jaar van nu, klopt. Hebben vind... wij kinderen? Ik moet wel. Moet dat? Ik denk het. Vaak ja. Ik denk het wel. En nu, jij bent eh, 26. Tien 26. jaar van nu, Claude, 36. Ja, we hebben hier al identiteitscrisis over gehad. Over deze topic. Ja, dat komt zo vaak terug bij onze ouders eigenlijk. De reden dat ik nu kinderen zou willen, is niet voor ons, maar is zodat mijn kinderen nog relatief jonge grootouders zullen kennen. Ja, en ook gewoon, een kind is pas vanaf zijn vier jaar echt bewust van de mensen rond zich of zo. Yeah. Dus je moet eigenlijk ook wel inc incalculeren van, het is pas na vier jaar dat die echt onze ouders en onze familie yeah. gaan kunnen capturen. In Crazy. memories. Maar voordat we daaraan kunnen beginnen, hebben wij nog veel te veel shit dat we zelf moeten uitzoeken. We uh, hebben niet eens een appartement. Nee, exact. exact. <laughs> ik, ik, ben, ik, ik, ik krijg heimwee bij het idee van een appartement. Hoe de fuck ga ik voor een kind zorgen nu? <laughs> Nee, ik zie het ook nog echt niet gebeuren. Zou jij op je dertig kinderen willen? Ik vind dat heel stresserend. Ik weet dat ja. eigenlijk echt niet. Want ik heb altijd gedacht: dertig is een leeftijd waarop ik wel kinderen zou willen hebben. Ah, toch? Maar dat is bij u over vier jaar. Ja, daarom? Maar. Vier jaar nog ik weet maar. Hè. Het. En dan ben ik 28. Ik heb het gevoel dat ik dan nog steeds niks weet. Hoe de fuck gaan wij dan een kleine opvoeden? Ik vind het eigenlijk sowieso wel moeilijk om zo proberen in te schatten wat je over tien jaar aan toen bent of zo. Er zijn zoveel factoren die dat kunnen inwisselen. Ik weet wel dat ik binnen tien jaar heel veel mee gereisd wil hebben. Mm -hmm. Dat ik echt een heel leuk appartementje wil wonen. Mm -hmm. En dat ik zoveel mogelijk leuke dingen met onze families wil gedaan hebben. Mm -hmm. En ik hoop dat iedereen heel gelukkig is. Mm -hmm en dat zijn de dingen die ik sowieso hoop. Time will tell zeker. Ja. Want er is wel zoiets als een biologische klok. Ja, klopt, Waarbij dat een lichaam van een vrouw ineens begint actief te vragen achter... hey, wat jij, Een timmachine of zo. <lacht> <lacht> en dat is toch wat ik denk dat er ja. gebeurt. <laughs> dat er echt iemand begint te praten in je kop. Er <laughs> <laughs> gaat echt zoiets, iets wordt geactiveerd. Wordt zo schizofreen op dat, op dat <laughs> moment. Kinderen, kinderen, kinderen. Uh. Ik geef u 5 euro als je mij kunt zeggen wat hemoglobine is. Wat? 5 euro als je mij kunt zeggen wat dat hemoglobine is. Dat klinkt als iets dat ik heb geleerd bij de lessen biologie en dat ik zou moeten weten. Mhm. Mm biologie klopt. Shit, ik was echt supergoed in biologie. Ik het echt waar, hè, maar mijn brein is gatenkaas geworden. Je gaat het zeggen en ik ga zeggen. Doe. Nee, ik ga het niet zeggen. Nee. <laughs> wil ik wil het wel weten. Wat was het ook alweer? Hemoglobine. Oké, okay. uh, bloed. Zijn dat zo de plaatjes? De... Nee, zeg maar. Hemoglobine is een eiwit in je bloed die zuurstof vervoert naar je longen en zo. Oké. Okay. Ik ga ik gewoon zien of jij dat wist. Want dat is zo'n woord. Ken het? Er zijn zo'n bepaalde heel hyperspecifieke dingen die ik ooit geleerd heb, die ik nog wel weet. Maar als je mij dan vraagt naar de slag van Waterloo, wanneer dat, dat was? No idea. Oeh, maar ja, data is sowieso niet zo ja, gemakkelijk. Er zijn veel mensen die dat dan wel herinneren. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ik weet nog wat hemoglobine is. Yeah. Omdat ik dat ooit fout geschreven heb op een toets in het zesde leerjaar. Mm -hmm. En ik denk dat ik homoglobine had geschreven. Oh. En ik heb mezelf zo dom gevoeld omdat ik dat zo hard gestudeerd heb, dat ik nu hemoglobine nog wel weet. Mochten wij elkaar nooit ontmoet hebben, waar denk je dat je nu zou zijn? Verplaats je terug in Claudia, drie jaar geleden. Wat waren die haar doelen? Waar was die naartoe aan het werken? Waarschijnlijk heel veel geld verspild en merch maken. Hmm. Misschien? Misschien woonde ik in Barcelona. Juist. Ja, ik denk eigenlijk wel dat je in Barcelona gewoond hebt. Ja. Want voor context, Laurien, je beste vriendin ja. woont in Barcelona. Klopt. En het is lang jullie plan geweest om samen naar daar te verhuizen? Ja, maar Laurine is altijd een stap voor. <laughs> ja. Laurine is naar Brussel verhuisd, maar we gingen eigenlijk samen richting Brussel. Maar ik snap dat ze had een plek gevonden, dus ze heeft dat gewoon direct, direct gedaan, as she should have. En dan ben ik naar Brussel gegaan, omdat ik ook eens iets anders dan Mechelen wou zien en ik Brussel wel een logische stap vond. Mm -hmm. En dan is ze dan naar Barcelona gegaan, maar het idee was om samen naar Barcelona te gaan. Maar ze had dan een opportuniteit gekregen daar en dan is zo. Vertrokken. En ik denk dat ik misschien een paar maanden later ook wel naar daar had kunnen gaan. Ik denk dat ook. Ik denk dat jullie met twee nu zouden zitten chillen op een rooftop in Barcelona. Dat denk ik echt. Ja. Daarom klinkt dat niet veel beter. Ik ging echt net zeggen: het klinkt beter voor mij als individu, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar ik zou nooit dit willen wisselen voor iets anders. <laughs> Sorry van jou, Claudia. Maar dat is wel waar. Ik geloof jou. Ik geloof, ja. Ja, ik denk dat dat uh, realistisch is dat geweest. Ja. Wat denk je dat ik aan het doen zou zijn, mochten we elkaar nooit ontmoet hebben? Ik denk dat je eigenlijk hetzelfde zou aan het doen zijn wat je nu aan het doen bent. Ik denk dat ik een pak minder rust zou nemen. Mm -hmm. Dus dat ik misschien, om zoals vies te zeggen, qua carrière mm -hmm. verder zou staan nog. Maar wel mentaal een pak minder mm -hmm. <laughs> stabiel zou zijn, mm -hmm. ofzo zo. <laughs> like, want ik vind wel heel veel rust bij jou. Je hebt echt mijn definitie van liefde wel veranderd. Van... Uh, van iets heel spannend constant naar juist iets wat daar rust zou moeten brengen. Ja, en dat is ook wat ik van u heb geleerd in deze relatie. Is van alles wat ik hiervoor heb ervaren, was altijd heel spannend en heel... En bij ons was het ook spannend, maar ik voelde mij wel altijd direct op mijn gemak bij u. Mm. En wij hebben geen spelletjes gespeeld, we zijn altijd, altijd heel direct en duidelijk geweest tegen elkaar. Terwijl dat in andere gevallen vaak zo hadden, guessing game en hoe. Mm. uiteindelijk is dat vermoeiend. En ja, ja. ik weet niet, we hebben inderdaad wel gewoon die rust gevonden. En ik heb beseft van de fijne, goede relatie is ook vooral rust vinden bij elkaar. Zo mm. so awesome. Dan yeah. ja. moeten we drie dralen starten. Moeten ja. we zo'n drama-segmentje doen? Oké. Okay. Um, we gaan elk liefmoment proberen te compenseren met drama. Dus je liever in de ochtend of avond? Ochtend. Maar je kan ook genieten van douchen s'avonds. Mm -hmm. Fuck, ik ook. – Ja, dat weet ik. Kut. <laughs> dat is geen, uh, <laughs> geen drama. Jij bent een van de weinige mensen die ik ken die geen fan is van sushi. Exposed. <laughs> maar kijk, ik ben ook geen moeilijk persoon, dus als... <laughs> Exposed. Ik ben ook geen moeilijk persoon. Als mijn vrienden allemaal sushi willen eten, ga ik niet zeggen nee, ik wil geen sushi eten, want ik eet dat niet super graag. Ik ben ervan overtuigd dat binnen alle keukens dat er zijn, dat er altijd wel iets is dat je wel een beetje gaat lusten. Mm -hmm. Dus ik ga niet ervoor zorgen dat mijn vrienden geen sushi kunnen eten, omdat ik dat niet per se het lekkerste vind. Dan mm -hmm. pak ik gewoon de sushi die ik wel nice vind. En dat zijn dan zo de fried sushis, of de edamame's, of eerder zo de scampi's die wel gefried zijn, snap je? Ja. Yeah. Maar ik weet nog dat jij bij een van de eerste keren dat je bij mij thuis werd, jij lief zo: ik heb eten besteld voor ons. Sushi. En ik oh was zo, man. Ja, sushi. Ja, ik dacht, ik dacht letterlijk: sushi is zo het meest cliché, Speciale. lovey dove, date night eten. Ik ja. ik een gigantische boot sushi besteld voor ons twee op mijn eentje opgeeten. <laughs> ja, dat, niks dat kwam toe. En ik was echt nog brave. Ik pakte daar direct de sushi met rijst en zo rauwe zalm. Ja. Maar ik hou van zalm. Ik hou van zalm dat gebakken is. Ik hou van zalm in gerechten. Ik hou van alle zalm behalve sushi zalm. Want sushi zalm heeft geen smaak en dat, dat is niet zout. En dat klopt niet in mijn hoofd. Mm. En ik weet dat je daar zo die sojasaus moet opdoen, wasabi, mm. en dat het dan wel lekker is. Maar ik vind de textuur van die zalm, ik weet nog, ik zag dat in mijn mond, en ik ben half binnen kokhalzen omdat ik dat gewoon niet geknabbeld kreeg. En dat klinkt nu alsof ik een zesjarige jarige zonder tanden dat niet kan knabbelen uh -huh. en nog die gepureerd moet krijgen. Nee, maar je hebt wel gewoon, gewoon je ja. kunt niet goed tegen texturen die je niet kloppen volgens u of zo ja. van die chewy. Maar niet per se niet kloppen volgens mij, dat is gewoon echt iets fysiek, dat lukt niet. Ja, dat is ook een dure sushi <laughs> Dus ik dacht, echt echt van, veel. Ik, heb... ik dacht echt dat ik een goede move aan toen was. Gewoon. Ja. Dat ik echt punten aan scoren was. Maar je had zo'n goede move gedaan en je waard punten aan het scoren. Want je had eten voor mij besteld en ik vond dat super lief. Maar het was gewoon niet het eten dat ik het best binnenkreeg. Mm -hmm. Want aan die andere hand, ik weet nog dat ik op dat moment echt super veel stress had door werk. En jij was, ik weet niet, in Nederland ergens, en ik was in Brussel. We waren dus aan het bellen. Ik was keihard aan het huilen. En je werd, werd echt super lief van Claudia komt allemaal goed, bla bla bla. En uh, we leggen af. En je vraagt aan mij heb je al gegeten? En ik zeg nee, ik heb geen tijd om eten te gaan kopen. <laughs> en eerst kijk je een bericht. Uw pizza is onderweg. je had pizza voor mij besteld. En ik vond dat jij lief, omdat je voor mij pizza had besteld. Omdat ik me slecht voelde. Die pizza kwam toe en ik heb die pizza met zoveel liefde opgegeten. Omdat jij die voor mij besteld had. En mijn dag was perfect. Dat, dat was wel super leuk dat je die herinnering eraan hebt. Maar dat was echt de laatste pizzatent die nog open was. Want Om 11 uur s'avonds had je nog niet gegeten. Dus ik had echt zo de enige pizzatent die op dat moment nog open was. En dat zag er niet geweldig uit. Maar was het lekker? De foto's zagen er niet super goed uit. Maar ik dacht van hoe slecht kan het is een twee keer gebeurd. Ah, ja. <laughs> ik heb het over echt de eerste keer okay, dat je dat bij mij had. En dat ja. was een heel lekkere pizza. Want dat was van Nona Pizza, en die hebben heel yes. goede pizzas. De tweede keer, een paar maanden geleden, die pizza was iets minder. Ik We weet het niet, het vlees gegeven. dat erop lag, weet ik niet wat dat echt nog goed was zelfs. Oh, dus, maar ik heb het eraf gehaald, hè. ik heb dan de, ja. de rest van de pizza gegeten. Want ik had al een pizza genomen met zo weinig mogelijk erop, omdat ja. ik het niet goed vertrouwde. Crazy eigenlijk dat dat toch? Mm -hmm. Maar ik heb iets binnengehaald en ik voelde me beter. Dus... Ja. Geholpen. Dat is wel echt. Maar dat is zo'n meest cliché, girlfriend thing precies. Want jij die na een lange dag moe bent en hoofdpijn hebt en buikpijn hebt, en dat je vraagt: heb je al gedronken? Heb je al water gedronken vandaag? En het antwoord is gewoon nee. Jij drinkt één glas water en je voelt je beter. Spitting facts. <laughs> <laughs> ja, Echt wel. Nee, dat is waar. Ja. Dat Vaak ik gewoon... vergeet ik dan dat ik doorheen de dag niks heb gedronken. En dan moet ik gewoon om zoveel tijd zeggen: van drink een glasje water. Ja, jij bent zo mijn. Jij bent zoals een jij plant. Je hebt mijn reminder van mijn gsm: dat zegt. echt drinken water. Ja, jij bent echt zoals een plant. Ik moet je gewoon om zoveel tijd water geven. En dan flirt je terug zo op. Zwaar. Is, is geen goede vergelijking. Jij en een plant, maar oké. Als het een mooie plant is? Dus. Zeker weten. Okay. Als jij een plant zou zijn, zou jij. Dat is maar één juist antwoord. Een zonnebloem zijn. Is dat het juiste antwoord? Dat is het perfect juiste antwoord. Welke plant zou ik zijn? Een palmboom. Een palmboom! Een palmboom. Oh, dai, dat is nog cool. Ja, want ik vind palmbomen sterke bomen. Mm -hmm. En ze hebben iets weggehaald. Van... Dikke noten. <laughs> What the fuck? <laughs> nee, nee, nee. En sommige palmbomen hebben ook zo. daar komen vruchten aan of zo. Mijn punt is. Ja, dat zeg maar veel. Dat ik vind dat oprecht. Ik vind een palmboom een heel mooie soort boom en plant. Mm -hmm. uh, omdat het exotisch is. Mm -hmm. En voor mij ben je ook een beetje vakantie. En een palmboom <laughs> heeft veel aan zich. En jij ook. Jij bent met, met heel veel dingen bezig. Mm -hmm. Dus voor mij, daarom denk ik dat jij een palmboom bent. Wil je een Twitter shout-out geven. Wij willen een Twitter-shoutout Dat is goed. Dan ga ik geef mijn geest een Jij mocht kiezen. Jij weet het ondertussen, maar ik ga het gewoon zeggen voor de mensen van wie dit allereerste podcast is, dat ze ooit zien. Maar elke week geef ik een Twitter-shoutout aan een persoon die mijn gepinde tweet op Twitter retweet. Dan krijg je niet alleen stickers van de podcast, maar dan stuur ik je ook 50 euro aan Zalando te goed op. Dat is dus elke week. Dus elke week is er een nieuwe tweet, elke week is er een nieuwe 50 euro te winnen. Het enige wat je moet doen is die tweet retweeten. Anne-Sophie. Anne-Sophie. Met als het Hen. Henkan Sofie? Henkan Sophie? Dat is me. moet ik kwam zeggen? Uh, I'm sorry. Ik ben echt slecht met Twitter-namen lezen. Henkan Sophie. Oké? Okay. Ja, you won. You won. <laughs> An Sophie Henkain. Henkain? Oké, okay, kunt je. Moet je nog eens proberen? An Sophie Henkain. Ja. An <laughs> <laughs> Sophie stuur mij een DM op Twitter en ik stuur u die code voorzalend door. En de stickers van deze podcast. Ik zeg mijn Diem op Twitter, mijn Diem op Instagram en Twitter. Doe raar, de laatste tijd. Is er dan nog iets waar jij heel graag over wilt praten, Kloot? Ze hebben alle vragen beantwoord. Niet alle vragen? Weet je, ik zag een antwoord op uw TikTok met dezelfde vraag: stel je vragen. Ja. En een van de antwoorden was: waarom ben je altijd beender? Ik heb die vraag geskipt omdat ik dat niet wou zeggen. En ik dacht. Pardon? <laughs> ja, maar dat is zo de, de vraag... is mijn boyfriend. Wacht, nee, dan... ik, ben, ik ben gewoon heel graag bij Ender. De vraag was, waarom ga je mee naar overal waar Ender ah, ja. ook is? ja Het antwoord is niet dat jij alleen mee gaat naar plekken waar ik ben, maar ik ook mee ga naar plekken waar jij bent. Ja, We exact. zijn gewoon veel samen. Exact. Omdat we graag samen zijn. En ook gewoon als er dingen te zijn. doen zijn waar jij bijvoorbeeld een hele dag voor naar een bepaalde plek moet uh -huh. en ik heb die dag niet super veel te doen en jij weet, ik zou eigenlijk heel graag willen dat Claudia meegaat, omdat uh -huh. ik dan iemand heb waar ik mee kan babbelen. Ja. Dan maak ik die tijd heel graag vrij voor u en dan kom ik gewoon mee naar die dingen. Uh -huh. Dus daarom ga ik overal naar waar jij naartoe gaat. Het is niet altijd het geval, maar. Dat is inderdaad vice versa ook zo. Fuck, we hebben gewoon een relatie? <laughs> dus wij zijn veel samen, dat is toch het antwoord? <laughs> ik vind, hey, daarom dat ik die vraag niet gezegd heb, want dat is een, een gekke vraag, toch? Ja. Willen wij een kon creëren? Ja. Dit is waar we het kaf van het koren scheiden. De echte luisteraars van de mensen die enkel klikken... Voor de clickbait thumbnail. We creëren nu een comment. Albei zeggen we een woord wanneer dat ik heb afgeteld. En whatever dat die samenstelling van woorden is, dat is de comment van deze week. Dus, we gaan een woord zeggen. Uh, whatever it is, drop dat in de comments. Dat is om te bewijzen dat je tot dit punt bent geraakt in de podcast. Als dat zo is, thank you very much. Heb jij een woord? Ik heb een woord. 3, 2, 1. Plantaardige. Plantaardige octopus, drop het in de comments. Als je tot dit punt bent geraakt in de podcast, klaar. Thanks om langs te komen. Super graag gedaan. Dat was de podcast van deze week. Thanks voor het luisteren. Thanks, Claudia, om langs te komen. Like, abonneer. Al die goede shit is goed voor mijn ego. En het doel is nog steeds om 50.000 abonnees te halen tegen het eind van dit jaar. Wie weet lukt dat nog. Tot volgende maandag. Peace.